Waarom een aparte afdeling G-voetbal voor de regio? Omdat we hier in de buurt nog niet zijn en we willen kijken of je hier in de buurt het kunt regelen. Zodat alle kinderen die dat willen toch kunnen blijven voetballen. Wat was eigenlijk de aanleiding dat u zei van, eigenlijk moet dit er gewoon komen? Onze zoon heeft een beperking gekregen door het verwijderen van de mandelen. En hij kan niet zo goed meer meekomen met de reguliere voetbal. En daarom is het idee bij ons opgekomen. En we hebben het aangekaart bij Noordpool. En nu zijn we zo zover dat we hier een informatieavond hebben. Je zit thuis op de bank, je denkt van G-voetbal in de regio zou hartstikke mooi zijn. Ik ben het er roerend mee eens, daar niet van. Maar dan moet het nog wel even verwerkt worden, uitgewerkt worden. Ja, daarom gaan we nu kijken of er ook animo voor is. En ja, als dat lukt, dan kunnen we verder gaan. Wat hoopt u als ouders van Remco uiteindelijk? Dat het volgend seizoen van start kan gaan? Ja, of eerder. Dus we hopen, 26 november hebben we een trainingsclinic. Daar kan iedereen komen. En we hopen dat daar een grote opkomst is. En dan kunnen we verder. En dan gaan we zo snel mogelijk van start. Is er überhaupt een limiet of een bodem waarvan u zegt van nou, dit moet wel minimaal zoveel mensen opleveren, anders heeft er geen zin om überhaupt te beginnen? Nee, we gaan gewoon eerst beginnen met degene die het graag wil. En dan kun je altijd kijken of je nog leeftijdsscheiding gaat maken, ja of nee. En nou heeft u vast al nagedacht of er genoeg animo is. Is er al enig idee te geven van hoeveel er zouden kunnen beginnen? We hebben sowieso 5 die willen beginnen. Dus maar we hopen dat er nog meer bij komen. En is het dan ook zo dat ze eerst gewoon echt puur recreatief gaan voetballen of worden ze meteen een competitie ingegooid? Nee, eerst recreatief, want de competitie dat hebben ze dan, als ze daaraan meedoen, dan is dat 1 dag in de maand. Waar ze dan wedstrijden tegen G-teams spelen. Dus maar het is gewoon puur dat ze het plezier in het sporten houden. En is het ook zo dat als het team er komt, en we gaan er gewoon vanuit dat het gebeurt, klaar, dat, zo enthousiast zijn we dan ook wel weer, zeg ik altijd maar. Ja, is het dan ook zo dat ze dan tegen G-teams voetballen die hier inderdaad uit de regio komen, of maakt het op zich niet zoveel uit? Ja, dat maakt in principe niet zoveel uit. Dus dat is dan. We gaan eerst beginnen met trainen. En dan gaan we onderling een keer tegen een jeugdteam een keer een oefenwedstrijdje spelen. Daar gaan we mee beginnen. En als er genoeg animo is, dan gaan we ons inschrijven bij KNVB voor de competitie. Ja, dan kunnen natuurlijk zo'n jeugdige elftal door Jan en allemaal laten trainen. Maar hebben jullie iemand op het oog van je zegt van nou, die zou dat eventueel kunnen doen? Hij gaat het zelf doen. Pa gaat het zelf doen? Ja, met nog een aantal. Dus dat komt voor goed. Pa, jongens, maar heeft zelf een voetbalachtergrond? Zeker. Waar? Bij Noordpool. Ja, hoe verzin je het zo, hè? Ja, zeker. Die is niet anders. Hij is nu ook trainer van de E'tjes bij Noordpool. Dus vandaar. Dan is de kennis wel aanwezig, lijkt mij. Komt allemaal gauw. Het was denk ik een maand geleden dat voor mij in elk geval de familie Jongsma in beeld kwam nadat we een overleg hadden met een drietal voetbalverenigingen en de familie Jongsma. Zij hadden al iets eerder bij Noordpool aangegeven dat zij heel graag het initiatief neer wilden leggen bij de verenigingen om te gaan kijken van of in deze gemeente ook G-voetbal georganiseerd zou kunnen worden. Nou, wij doen veel aan sport in deze gemeente. We doen ook heel veel aan voetballen. We prijzen ons gelukkig dat we FC Groningen elk jaar hier binnen mogen halen met de verenigingen samen. En we vonden het leuk om dit initiatief in elk geval ook een start te gaan geven. Door eerst met elkaar te gaan kijken van of de animo er was. Die was er. Voor Corenos, voor de Heraklieden, voor Noordpool, voor Warfum. We vonden dat het toch aardig was om dat initiatief dan maar een vervolg te geven. Door in eerste instantie ook een avond te beleggen zoals die vanavond is. Sport is van ons allemaal en van iedereen. En als we dat dan zeggen en als we die woorden dan menen, dan betekent dat ook dat het niet alleen maar voor de mensen zijn die zelfstandig daarin goed in mee kunnen komen, maar ook mensen die eventjes dat setje nodig hebben waar even ruimte voor gemaakt worden om op hun eigen niveau ook deel te kunnen uitmaken van die sportwereld vanuit
die sportverenigingen. En dan zie je dat dat niet voor iedereen ongelooflijk snel weggelegd is. Het G-voetbal, dat kan daarin voorzien. Het G-voetbal, dat kan ervoor zorgen dat die jongen en die meisje die even dat extra aandacht nodig hebben, die ook samen met teamgenoten een elftal kan vormen. Ja, daar doen we het eigenlijk voor. En ik vind het dus ongelooflijk hartverwarmend dat de 4 voetbalverenigingen hier uit onze gemeente hebben gezegd, dat gaan we niet zelfstandig doen. Het is al een keer geprobeerd, toen is het niet van de grond gekomen. Laten we dat nu in gezamenlijkheid doen. En de heer en mevrouw Jongsma, die hebben het opnieuw aangezwengeld. Natuurlijk ook omdat ze zelf een zoon hebben, maar ook voor alle anderen die hier vanavond misschien niet zijn, maar die in de toekomst daar wel deel van uit kunnen maken. Ik denk dat we daar met z'n allen achter moeten gaan staan. Ik hoop van ganse harte dat het ook aanslaat, dit initiatief. En dat als we volgend jaar op deze avond terugkijken en zeggen, moet je nou eens kijken, toen begonnen we met een klein clubje, maar moet je eens kijken wat een storm dat loopt, moet je eens kijken welke vreugde dat brengt, dan denk ik, dan hebben we het goed gedaan. Ik wens alle betrokkenen, en daar waar ik kan, in mijn functie als burgemeester wil ik het graag ondersteunen. Ik wens alle betrokkenen ongelooflijk veel succes. En ik hoop dat dit de eerste stap kan zijn van een zeer succesvol G-voetbal. De KNVB kan hier heel veel in betekenen voor de clubs. Want wij gaan bijvoorbeeld de trainers die bij deze club terechtkomen opleiden en de cursussen aanbieden. Opstarten met de teams. Hoe zet je een training uit? En daar wil de KNVB dit toekomstige team mee gaan helpen. Ja, we kunnen natuurlijk de KNVB een hele hoop laten doen, maar u zei zelf al even zo net in uw praatje van de clubs moeten zelf ook aan de bak, maar uiteindelijk moet het geen speciale afdeling worden, maar gewoon onderdeel van een club. Ja, nou dat is ook eigenlijk een beetje het verhaal. Wij helpen de mensen, wij helpen ze op weg en uiteindelijk gaan wij straks in de auto, stappen wij weer naar huis toe, zijn we niet bij de club. Dus dan komt het erop neer dat de mensen het zelf moeten gaan doen. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal dat wij als KNVB en als clubcoach doen. Jongens, probeer het zelf te regelen en te borgen. En vooral te borgen dat het, als, stel je voor, en ieder club heeft vrijwilligers. Die stoppen na 2-3 jaar stoppen ze ermee. En dat ze dan weer iets op papier hebben staan. Dat ze in de volgende mede vrijwilliger kunnen inwerken. Hoe breed wordt het G-voetbal gedragen binnen de KNVB in zijn totaliteit? Heel breed. Vanuit de KNVB zijn we nu mee bezig om meer clubs in het noorden te krijgen. Om meer voetballers aan het G-voetbal mee te laten doen. Want wij vinden vanuit de KNVB dat er gewoon te weinig G-voetballers aan de gang zijn. Aan het spelen zijn. Dus een initiatief dat jaagt u alleen maar toe? Alleen maar. Ik ben de afgelopen weekend net bij in Leeuwarden geweest van het G-Wise project. Proberen we het ook in Leeuwarden op te starten. En met allemaal selectiespelers van Cambuur hebben we het gedaan. We hebben 90 kinderen een hele mooie middag gehad in Leeuwarden. Dus ja, over waar we kunnen helpen met G-voetbal willen we graag helpen.